Ik vind het ook veel te leuk. Ja. Eerlijk, deze zijn fucking dik. Jij wordt zo moeilijk. Like a dragon. Ja, doe moppie. Hoe bevallen de eerste dagen hier in het huis? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Jongens, ik open mijn telefoon en ik krijg dit. Wacht, kunnen jullie lezen? De telefoon moet afkoelen voordat je deze kunt gebruiken. Oh, nou. Oké, prima. Maar ergens deze dagen komt er echt iets heel leuks binnen. Levin en ik hebben samen iets besteld. Het is een piano. Die komt in de woonkamer te staan. En hij zou vandaag binnenkomen, maar dat is dus niet. Jullie gaan hem wel zien in deze vlog. Zoals jullie van mij weten, vind ik pindakaas ineens gewoon heel erg lekker. Levin vindt het nog steeds. Tenminste, hij moet... Ik heb het nooit geprobeerd eigenlijk. Nou, maar het stinkt gewoon, dus denk je ja. Ja, wij samen waren anti-pindakaas. Maar, nu ik dat niet meer ben, moet Levin het ook even proberen. Ik heb een emmer pindakaas gehaald. Dit is niet eens meer pindakaas. Dat is toch lekker, man? Nee. Ik ben heel benieuwd of jij het lekker vindt, man. Jij vindt het ook veel te leuk, hè? Ja. Levin is ook bezig met sporten. En in pindakaas zitten gewoon best wel veel eiwitten en goede vetten. Moet je een goede laag of dan? Ja, ik zou wel een goede laag doen, ja. Maar dus crack is fucking droog, dus okay. Dat maakt het voor. Maar... Doe het even met dit proberen. Maar ik ben best wel saai. Nou, ik ben hier niet zo fan van, maar misschien ook omdat dit hier in 100% pindakaas is. Dat is gewoon normale pindakaas. Wil je dit proberen? Ja. Lekkerder wel? Wel lekker, maar... Ja, ik ben hier niet zo heel fan van of zo. Maar het klinkt niet vies. Nou, dat is wel een stap. Maar ik eet het liever niet. Oké. Okay. Ja hoor, mijn eerste pakketje. Op dit adres. Oh, dat is wel. Eerlijk, deze zijn fucking dik. Kijk eens. Oh, nice hè? Er is nog een pakketje. Pakket binnen. Ik moet eerst even naar boven. Daar laat ik jullie zien. S in mijn face. Oei. Nou, is toch helemaal mooi dit. Goedemorgen deze morgen. Wij zijn weer druk bezig. De mannen in de tuin zijn bezig. En we hebben een nieuw blad gekregen voor bij de haard. Laat ik zo even zien. Maar dit hier. Ons Kiya heeft een nieuwe spiegel trouwens. Hartstikke leuk. Moet nog wel schoongemaakt worden. Maar dit hier maakt haar bed weer eens niet op. De lamellen waren nog dicht. Bed niet opgemaakt. Het zet zich gewoon voort. Hoor, we hebben een bouwvakker. Let op, hè. We hebben een bouwvakker in huis. Het is Kiya. Hé, hey, bouwvakkerd. Wat ben dat jij aan het doen dan? Ach, ach, ach. Ah, niet. Oh, ik ga het even inzoomen. Wat? Wat is dit, Kiya? Waar zit gat in mijn schoen? Hoe komt dat dan ook? Ja. Het harde werk wat ik aan het doen ben, jongen. Hé, maar luister, wat ben je aan het doen eigenlijk? Ja, nog een kast. Zo eentje die daar staat. Ja, maar dan een enkel. Een enkele. En lukt het een beetje? Kijk die tenen dan. Wat doe jij nou? Ik zat niet aan de kast. Zat je aan de kast? Met je takken? Nee. Oh. Waarom heb je ook de houten jaloezie dicht? Ik mag geen luxeflex zeggen, want ja, dat is het nou, niet. Ja, nou omdat de zon in mijn bakken schijnt. Oh, dan kan je het niet goed zien. Nee. Maar het gaat dus goed. Ja, heb je hem al bijna in elkaar? Oh, nou, ik ben blij. Ja, zometeen de laadjes. Oh. Van mijn sok is niks meer over. Maar deze kast heb ik in 2,5 uur in elkaar gezet. Fucking 2,5 uur, dat is echt lang. 7 ruggenja's verder, maar het geeft niet. Prachtig. Levin, wat is er binnen? Fuck de pianomaat. Fuck ziekmaat. piano. Nice. Er is dus een deel van de piano binnen, maar... Jij moet niet zo moeilijk doen. Als je het zelf niet nodig hebt, kan een ander dat gewoon doen. Leg in die la en doe zo moeilijk. Ja. Dat was even een discussie over een oplader. Het is vrijdagavond. En Kiya en ik hebben een feestje. Wat wil je doen? Wil je je outfit laten zien? Wat doe jij? Nou, je hebt allemaal zwarte spikkels onder je ogen. Ach, echt? Ja. Boeien. Maar ja, vind je outfit echt leuk? Ja. Ik heb al 300 outfits. 400 outfits. 400 outfits aangehaald. Wij hebben even een schaammomentje, want wij zijn echt de slechtste vrienden ooit. Nee, dat kunnen we eigenlijk echt niet doen. Nee, dat kan inderdaad niet. Maar... Hars, jij pleurt mijn telefoon ook gewoon rats erin ook, hè? Ja. We komen 1 uur en 3/4 te laat. En we hebben nog geen cadeautje. Dus we zijn bij het... Dit heet gewoon Kiya en Ruby stijl. En ja, ik ga tanken met mijn tas. Martijn, echt, het spijt ons. Heel erg. Maar we gaan je meenemen naar een heerlijke lunch op het strand. Dus okay, dan maken we heel veel goed. Goedemorgen. Vandaag is weer een nieuwe dag dat we echt weer heel veel in elkaar moeten zetten. Kiya is ook bezig hoor. Met alle krachten. Wat ben je aan het doen, moppie? Dankjewel hoor. Zet hem op hè. We moeten. We hebben ineens allemaal Bob de Bouwers in huis. De hele woonkamer ligt vol. Kijk. Helemaal vol met dozen. En denk je van, oké, wat gaan deze mensen doen? Deze mensen gaan een bijkeuken in elkaar zetten. Kijk, ja, dan hebben ze ook van oneenigheid over waar, hoe, wat moet. Gaat het goed, jongens? Nee. Oké, prima. Ja, dag, ik ga alweer. Maar hier dozen. Ja, hier. Allemaal dozen. Ja. We hebben hier ook nog 2 die bezig zijn. Ook nog dozen. Ja, hier zijn ze ook bezig. Nu? Ik denk het al, hè? Jawel. Ook ruzie. Ja, nee. Het wordt wat. Kijk, dit soort troep moet allemaal in de kast verwerkt worden. Nou, eindresultaat volgt. En wie heeft de love seat gevonden? Deze tut. Hoi. Lig jij lekker? In de hele grote stoel. Vind jij dat lekker? Tut. Ja. Tut. Je bent een tut. En bloemetjes gaat voor mijn werk, zo lief. Maar echt hè, dit is nog niet klaar. Ze zijn ongeveer, Edwin, hoe lang? 2 uur bezig met een kastje? Ja. Hier. Ja, ja, nou is het nu begin met zie je wel op een gegeven moment een beetje dat je dingen ziet. Ja, het gaat misschien wat sneller, maar oh. Roep, vind je het nog leuk? Loepja. Loepje is helemaal klaar. Kiya, vind jij het nog leuk? Ja? Even thee. Even theeleuten, hè? Loep zit helemaal in de sfeer. Hoe bevallen de eerste dagen hier in het huis? Nou, eigenlijk wel echt heel erg goed. De eerste week. Is het al een week? Ja. Nou, nee, niet helemaal. Want we zijn maandag voor het eerst geweest te slapen en het is nu zaterdag. Bijna een week. Bijna een week. Het voelt wel langer eigenlijk. Het voelt wel langer. Maar weet je, we waren vandaag in het huis. Oude thuis. En moesten even wat dingetjes ophalen nog en wat dingen wegbrengen. En ja, we waren daar en we gingen weer weg. En toen had ik zoiets van, ja, ik vind het wel goed zo. Ja. Het is goed dat wij... Ik heb geen heimwee of zo. Jij? Nee, totaal niet. Je was toch even in je kamer geweest? Nee, het is hier allemaal eigenlijk overal, elke ruimte hier is goed. Ja, helemaal top. En mooi ook. En mooi. We zijn helemaal aan het genieten. Ja. Van alles eigenlijk. Ja, dat is echt bizar hoor. Ja. Het is echt heel luxe ook allemaal. Ja, het is allemaal, ja. Echt niet. Ja, je kiest het gewoon allemaal weer opnieuw uit. Hè? We waren ook aan vervanging toen met bepaalde meubels en dingen. En, hallo, we hebben daar 17 jaar gewoond, hè? 18. Ja, bijna 18. Augustus zou het 18 jaar zijn geweest. Ja. Bijna 18 jaar. Ja, dan wil je op een gegeven moment ook wat anders, hè? Het was of we gingen daar verbouwen, of we gingen verhuizen. Nou, we hebben gekozen voor verhuizen. Nou, daar heb ik geen spijt van. Nou, ik ook niet. We moeten nog wel heel veel dingetjes doen. Ja, we zijn echt heel druk. Elke dag zijn we weer dingen aan het doen. Nu moet de hele bijkeuken in elkaar. En daar moeten we 30 uur voor uittrekken. Als jij rekent dat elk kastje 2 uur duurt, ja, dan nog 30 uur. Dat is echt niet grappig, hoor. Nee, dat is echt heftig. Daar zijn we nog 2 weken mee bezig. Wat erg eigenlijk. Morgenochtend gewoon vroeg beginnen en hopen dat we komen. Ruby en ik gaan morgen naar een festival, dus wij kunnen niet helpen morgen. Levin wel, hoop ik. Maar maandag gaan we wel weer helpen, hoor. Ja, en dan moet ik werken weer. Ik ben een week vrij geweest en dan ga ik werken. Nou, de bijkeuken is nog niet klaar. Ik heb wel echt 12 uur droge handen. Echt ook scheurtjes. Ik heb ook een splinter in mijn vinger. Die krijg ik er niet uit. Maar ik ben even aan het editen. Dit was de vlog. Bedankt voor het kijken. En natuurlijk zie ik jullie. Nou, ik zie jullie niet. Tot in de volgende video. Doei!